kofferbakmarkt. Wat houdt dat in? Nou ja, je gooit je kofferbak open met ja, daar je verkoopwaren in. Dus zien jullie het? Laat het dan even hieronder weten. Schrijf het er even netjes eronder neer. Ja, lieve vrienden, het is al laat dat ik in de eten kom. Ja. Daar ligt er eentje te slapen. Die is al lang al uit geweest. Rebecca is geweest. Wij gaan nou de hort op. Ik laat Rijka thuis. Wij gaan de hort op. Ik neem jullie mee. Ik zou naar de... Ja, Mega Modder Monster Challenge toe. Als dat nog open is, ja. En we zouden ook nog naar een rommelmarkt toe. Maar of dat allemaal lukken gaat vandaag, ik denk het niet. Nee. Want vrijdag hebben we tegenover de Donkere Duin op het parkeerterrein een kofferbakmarkt. Wat houdt dat in? Nou ja, je gooit je kofferbak open met ja, daar je verkoopwaren in. Of je gooit het op de grond, op een doek of een campingtafeltje of wat dan ook. Je gaat ermee zitten. Ja, en verkoop je spulletjes maar. Gewoon je spullen wat je op zolder over hebt, wat je niks meer mee doet. Verkoop het. Dan krijg jij weer geld voor. Ja, al is het nog maar een beetje. Maakt niet uit. Hè? Dus ja, we gaan eventjes de hort op en ik neem jullie gezellig mee. Tot straks. Nou, we waren er net bij de ijsbaan, lieve vrienden. En nou, ik weet niet of ik heb verkeerd gelezen of ze hebben een fout gemaakt in de krant. Ik ga het straks thuis even nakijken, maar er was niks bezig daar. Nee, het veld was leeg dan enkel de grasmaaier. En nou zijn we hier bij de 3D Street Art, Beta, Blok, KB, T, weet ik hoe je het allemaal uitspreken moet. Daar behoor je dus op te gaan staan om van bekende winkel een foto te nemen of zo. Maar wat het nou voorstellen moet, ik weet het nog steeds niet, hè. Als jullie het zien, dan zeggen jullie het maar. Maar ik weet het nog steeds niet. Ik zie er ook niet een woord erin zoals, zoals de winkel heet. Ik weet het niet. Dus zien jullie het? Laat het dan even hieronder weten. Schrijf het er even netjes eronder neer. Ja, dat zou ik heel erg bijstellen. Maar ja, we wachten af tot er een volgende opdracht komt. Dan zullen we dat ook even weer gaan vloggen. Bij de brug was er gisteren nog niks te doen. Nu nog niet zo te zien. En het waait als een raket. Ja, zien jullie dat? Je waait zo uit je kleding en ik moet hangen op mijn stuur. Dus ja. Maar in ieder geval, ik weet het dus niet. En ik hoop dat jullie het wel kunnen weten wat dit voorstellen moet. Ja, diepte, dat zien we allemaal, maar wat het voorstellen moet, dat zie ik niet. Dus ja, kom er maar mee voor de dag als jullie het wel weten. Ik zou zeggen, ik hou me aanbevolen en schrijf het er maar keurig onder wat jullie denken wat het voorstellen moet. Vriendelijk dank en tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer heel geruime tijd thuis. Ik heb al gegeten, Rijka is al uit geweest. Ik zit op televisie te kijken. En ja, ik heb er een nieuwe broek erbij gekocht. Ja, ja, die hoort erbij. En ik heb twee flesjes nagellak gekocht, die er ook bij passen. Ik ben nou met roze bezig. Ja. Dus ja, deze hand heb ik klaar, die hand moet nog. Mary komt zo meteen op visite, dus helemaal leuk! Ja, ja! Ik heb de raam op een keertje open, ik heb de tuindeur op het middelste haakje open, zodat Ewin er niet uit kan. Kandel heb ik alweer binnen, ik heb mijn jurk nou aan weerskanten in een knoop gelegen, omdat ik allemaal met mijn wielen zit aan, dus mag ik staan en zitten wanneer ik wil en hoe ik wil en er zit niks onder mijn wielen.
ga ik natuurlijk weg. Dan haal ik de knoop er weer uit en huppata. Ja, helemaal geweldig. En dat zei dat vrouwtje ook. Je kan er ook knopen neerleggen. Oké, doe ik dat toch? Ja. Maar oké, Mary die komt straks. Ik weet niet of ik dan ga vloggen. Ze wil het wel op de vlog, maar ook niet altijd. En ja, ik ben ook nog met mijn vingers bezig. En zometeen koffie. Ja, dat komt ervoor. Ik moet zometeen de poort open doen voor haar. Logisch. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot later. En anders kom ik niet terug. Dan is het tot morgen. Ja, en dan zeg ik tot aan de andere kant van de nacht. Kom ik wel terug? Nou ja, dan hebben jullie geluk. Ja toch? Ik zou zeggen, we zien wel.